Als je een pakketje appels koopt in de supermarkt, zou je denken dat ze er allemaal hetzelfde uitzien. Moet je kijken, 6 mooie rode appeltjes keurig op een rij. Maar dat is helemaal niet waar, want zo komen ze van de boomgaard. Moet je kijken, allemaal verschillende soorten appels, helemaal ongesorteerd. Hele grote appels, maar ook hele kleintjes. Moet je kijken, wat een verschil. Appels in allerlei verschillende kleuren. Kijk, deze is bijvoorbeeld veel lichter dan deze donkerrode. Er liggen zelfs appels tussen met een beschadiging. Hier, moet je kijken, helemaal rot. Maar uiteindelijk 6 appeltjes, even groot en even zo rood. Maar hoe doen ze dat? Hier in Geldermalsen staat een van de grootste appelsorteermachines van Nederland. Hier wordt ieder jaar 30 miljoen kilo aan appels gesorteerd. Dat is ongelooflijk veel. En de appeltjes worden hier met fluwelen handschoenen aangeraakt. Of eigenlijk worden ze helemaal niet aangeraakt. Want de appels mogen op geen enkele manier botsen, butsen of tegen elkaar aanstoten. Want dat levert rotte plekken op en een rotte appel is niks waard. Vandaar dat de appels hier eerst in een speciaal appelbad worden losgelaten. Hier gaan de appeltjes de fotostudio in. Deze machine maakt van iedere appel 32 foto's van alle kanten. En razendsnel wordt hier het lot van iedere appel bepaald. Komt hij in de winkel terecht of wordt het appelmoes? Iedere beschadiging, buts of streep en het is afgelopen. Ja. Deze machine kijkt tegelijkertijd naar de kleur en de grootte van de appel. En zo worden de appels uiteindelijk verdeeld in 6 verschillende categorieën. Na de fotostudio wordt elke appel in een apart eigen bakje gelegd. Elk bakje weet dus precies welke categorie appel het aan boord heeft. Ja, het bakje kiept de appel precies in het juiste kanaal, oftewel de goede categorie. En zo krijg je alle appels met dezelfde kleur, dezelfde maat en hetzelfde gewicht bij elkaar. En dit is dan het resultaat. Grappig, hè? Het lijkt net een zwembad met verschillende banen. Nou, hier voor me zie je baan 7, 8, 9 en 10. Dit zijn appeltjes uit de allerhoogste categorie, de zogenaamde prestige categorie. Maar kijk je hiernaast in baan 11, dan zie je dat de appels veel groter zijn. Dit zijn appels uit een andere categorie en die hebben dus ook een andere bestemming. Nou hebben ze dus zo'n hele chique machine voor het sorteren van de appels die 32 foto's maakt. Maar ja, de laatste controle gaat toch weer met de hand. Eigenwijs.